Ja, we hebben ons buske weer eventjes geparkeerd, want we mogen helaas nog niet op pad. Maar dat betekent niet dat we voor jullie geen uitzending kunnen maken. Ik heb er heel erg veel zin in. Eva is vandaag van onze social media. Jij hebt er zin in? Zeker. Dan gaan we beginnen. Ja, iedereen moet natuurlijk binnen blijven deze dagen. En ook ons Brabants buske mogen we helaas niet van stal halen. Maar goed, dat betekent niet dat we niet in kunnen gaan op al die berichtjes die jullie binnen laten komen. We hebben gewoon een programma nu vanuit de studio. We gaan weer lekker videobellen met mensen. We gaan weer kijken waar jullie mee bezig zijn in de provincie. Want wij kunnen niet zonder jullie. En zonder wie ik ook niet kan, dat is mijn lieftallige social media dame. En dat is Eva. Eva, oké, ik heb misschien net een klein beetje gelogen. Het buske is van stal gehaald. We hebben hem om de hoek gezet van het gebouw hier. Zodat jij er lekker mooi bij kan gaan staan. En jij houdt Facebook vandaag in de gaten, hè? Ja, het is heel leuk om te zien, want we zijn natuurlijk nu voor de derde keer op rij bezig. En de reacties die blijven maar komen en het worden er ook steeds meer. Mensen weten nu wat we doen. Mensen weten dat ze nog steeds, dat we er wel zijn, maar niet rijden. Maar dat nog steeds alles welkom is. Dus ik zou zeggen, iedereen die kijkt, blijf ook gewoon berichten sturen. Want we kunnen altijd bellen, we kunnen foto's langs laten komen, video's van je laten zien. Dus ga vooral zo door. Ja, confetti, alles. Och, heerlijk. Ik heb hier ook nergens een toeter. Prachtig. Ja, ja. Heel veel mensen zijn natuurlijk gewoon jarig of vieren een feestje, maar dat moet natuurlijk allemaal een beetje anders dan normaal. We mogen niet met allemaal mensen bij elkaar komen. Maar gelukkig zijn jullie, ons publiek, zo ontzettend creatief. En daarvoor ga ik eventjes bellen met Nuland, met Ilse. Ilse? Goedemiddag. Ja. Ja, hallo. Doe eens even zwaaien. Ja, ja. Hallo. Och, wat is het heerlijk. Zonnig bij jullie in Nuland. Ja, heel erg zonnig. Ja. En wat? Wij hebben een klein feestje van. Ik wou net zeggen, een klein feestje. En waarom hebben jullie feest? Nou, mijn ouders die zijn 40 jaar getrouwd. Cor en Annemieke, hallo. Hallo, gefeliciteerd. Hallo. Hallo. Ja, hallo. 40 jaar is een mooi getal. Toch? Ja, is het niet een beetje gek om het te vieren vandaag, zeg maar, in die coronatijden? Ja, apart, maar toch wel gezellig, hè? Maar wel heel leuk nou zo, hè? Ja, jullie blijven Brabanders, hè? Brabanders zijn van de gezelligheid. Leuk. Ja. Ja, wij dachten, het is natuurlijk een hele niet leuke tijd op dit moment. Maar wij kunnen op zijn minst wel een felicitatiedrive-thru organiseren. Dus onze visite. Een wat? Is dat een nieuw woord voor een woordje? Een rijdende receptie. Een rijdende receptie. Kun je het eens even laten zien? Een rijdende receptie. Kun je het eens even laten zien, of niet? Kijk. Een auto. Och, kijk, dan komen ze allemaal voorbij gereden. Hey, geniet er daar allemaal van. Het is een prachtig getal om te halen. Geniet ervan daar in Nuland en heel erg veel plezier, hè? Een hele bijzondere verjaardag in Wintelree. Daar is oma van Loon, oma Sjaan van Loon, die is donderdag 100 jaar geworden. Moet je je voorstellen, 100 jaar. Zo. En dat moest natuurlijk gevierd worden, maar dat kon niet echt gevierd worden. En daarom hebben de neven en de nichten en alle kleinkinderen en alle familieleden, die hebben iets bijzonders bedacht. Die dachten, wij gaan gewoon met heel Wintelree de straat op en wij gaan oma Sjaan toezingen. Agnes, hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Hey Agnes. Ja, jij bent een beetje het Brabants buske in persoon, of niet? Nou, normaal ben ik natuurlijk een ballonnenclown en kom ik altijd op feestjes. Maar vanwege de corona kan ik niet overal naartoe. Dus heb ik een andere oplossing bedacht. Om een beetje voor het raam en voor de deur ballonnenclown te doen. Ah, we hebben een mooie afstand kunnen creëren. En dit is onze jarige joh Bibi. Ik wou net zeggen. Bibi, hoe oud word je? Bibi zwaait heel lief. Ja. Vier? Word jij al 4 jaar? Ja. We gaan een spinnetje maken. Dus ik heb allerlei mooie kleuren. Okay. Het kan zijn dat het warm weer als kapot gaan. Oh, wat spuit je er nou op? Dat is desinfectie. Oh ja, tuurlijk. Ik wil wel schone ballonnen hebben voor alle kindjes. Ja.
Kijk eens, er is een speciale babyspin voor jou. Wow. Yeah. Nou, kijk eens, Bibi. Bibi, vind je hem mooi? Vind je de spinnetje mooi, Bibi? Ja? Ga je er lekker mee spelen, Bibi? Wij Brabanders zijn nogal van de drive-in deze dagen. En dit is een planten drive-in. En dat is een drive-in in Kaatsheuvel. We willen natuurlijk bloemetjes hebben. Want het is zonnig. We willen een beetje vrolijkheid in huis. We willen iets gezelligs. Maar we mogen natuurlijk niet meer allemaal naar die bloemenwinkels. Dus ze zijn daar super creatief allemaal voor. En nu is er dus een drive-in bedacht. En die drive-in die zit dus daar bij de kwekerij. En dan mag je dus met je auto mag je er dan langs. En dan kun je zo je bloemetjes halen. Dat is handig voor de ondernemer. Dat die natuurlijk ook nog wat verdient. Nou, wij zijn een bedrijf dat normaal gericht is op de groothandel. Wij exporteren heel veel. Meer dan 3/4 van onze omzet gaat naar het buitenland. En door de coronacrisis zijn heel veel grenzen gesloten. Ook heel veel winkels zijn dicht. Bijvoorbeeld in Engeland zijn 2000 tuincentra dicht. Uh-huh. En in Frankrijk. En we zaten met de handen in het haar, want we hadden hectares vol bloeiende plantjes staan. En we moesten er toch iets mee. Kijk, hier komen de auto's binnen. Ja? Medewerkers van ons, die staan hier als een gast. Hier staan ze hier de mensen te onthalen. Ja? En die blijven hier ook op afstand. Die alles op 1,5 meter. En die vertellen wat over de planten. Hier staan allemaal voorbeelden. Ja? En hier aan de linkerkant staan allemaal karren met planten. Uh-huh. We staan hier met ons team, staan we de mensen te adviseren en te begeleiden over ons assortiment. Ja. We zijn tot en met tweede paasdag zijn we nog open. Och, morgen ja, zijn we vrij. Nou. Tweede paasdag zijn we weer open. Dan moest jij zeker eventjes van je collega's zeggen, of niet? Ah, hoe zeg je dat? Ze hebben mij van tevoren natuurlijk goed geïnstrueerd. Ja, dat snap ik. Hè. Jullie persmedewerker, jullie communicatiemedewerker is een goeie. Ze geven maar een compliment. Zo is het. Oké. Okay. Hey, dankjewel. Houdoe. Houdoe. Eva, weet je waar ik van blij van word? Nou, van de persoon waar wij nu mee gaan bellen en die nu in beeld is. Want dat is Sander. Sander, hallo. Hallo, hi. Hallo. En ik word vooral heel erg blij van wat jij op je schoot hebt, denk ik. Hoop ik nog dat hij nog op schoot ligt, trouwens, of niet meer. Ja, hij ligt er zeker en ik kan me voorstellen dat dat wel iets positiefs is, hè, in deze tijd. Ja, want laat hem eens zien. Oh, tuurlijk. Waar we het over hebben. Oh, kijk nou, ja. Sander, wij moeten jou feliciteren en je bent vader geworden. Ja, klopt, exact. Hey, ik word al blij als ik naar jullie baby kijk, maar hoe blij word jij van jouw zoon? Ja, super. Dat is echt ontroerend. Het is fijn. Het is mooi. Het is voor ons een lang traject waar we in gezeten hebben. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn we nu terechtgekomen met een kerngezonde jongen. Ja, dat is echt uniek. Ja? Echt uniek. En welke naam hebben jullie hem gegeven? We hebben hem Guus gegeven. Guus, want bij jullie staat de hele dagen. Bij jullie staat de hele dagen kedengedeng op, of? Nou, dat niet, maar als ik denk aan Brabant bijvoorbeeld, dat zou kunnen, maar het is geweldig. Je straalt er helemaal van. Ja, tuurlijk, je bent gewoon sprakeloos. Ja, en hoe is het met mama Marloes? Is ook alles goed mee? Marloes, we leven natuurlijk een beetje in een gekke tijd. Hè? Ja. Het is corona, we moeten allemaal binnen blijven. Hoe was dat om zwanger te zijn in zo'n tijd en om ook te moeten bevallen van een kindje? Het grootste gedeelte van de zwangerschap was eigenlijk voor mij normaal. Alleen de laatste weken werden de controles anders, minder, veel meer afstand moesten bewaard worden. Tijdens de bevalling zelf heb ik er niks van gemerkt. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien, als je aan het bevallen bent, ook met hele andere dingen bezig bent en dat je vooral bezig bent. Ik had geen aandacht voor de buitenwereld. Nee, kan ik me voorstellen. Ja, hey, en nu met kraamvisite, ik zie al de kaartjes op tafel staan dat er in ieder geval aan jullie gedacht is. Maar jullie mogen ook geen mensen ontvangen, denk ik. Dat klopt. Hoe is dat? Ja, het is echt inderdaad wat geadviseerd wordt, de kraamvisite. Ja, gebeurt dat ook echt? Ja, dat gebeurt zeker. Ja, we hebben natuurlijk echt mazzel met het weer, dat het supergoed is. Dus we hebben nu op dit moment even geen bezoek. Maar verder mag eigenlijk iedereen gewoon lekker in de tuin zitten met mooi weer en een beschuitje met meisjes erbij. Zodat we op afstand toch van elkaar kunnen genieten. Hoe vind jij het om vader te zijn? Ja, super. Het is een heel mooi beroep, denk ik. Het is iets unieks. Het is...
ja, een rollercoaster. Het is gaaf om ook een zoon te hebben. Voor mij vind ik dat wel leuk. Ik ben een echte NAC supporter en ik zie het al helemaal voor me om lekker naar NAC te gaan met deze jongen. Ja, ja, daar moet nog wel even mee wachten. Hè. Het is nog maar een baby. Oh ja. Ja, kijk eens. Een rompertje, een echt Brabander rompertje. En die willen we eigenlijk namens het Brabants Buske even naar jullie opsturen. Oh, wat leuk. We gaan hem naar jullie opsturen. Geniet van de kleine en geniet leuk van al jullie raambezoek. En maak er een mooie tijd voor met z'n allen. Super, dankjewel. Houdoe. Ja, je kunt niet zwaaien, want je vinger zit in je kind. Dus ik doe het maar. Probeer het. Ja, met het vingertje. Doei, doei. Hallo. Hoi, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, jij maakt paaspakketjes. Ja, ik ben zelf al een paar jaar heel creatief. En ik merkte op een gegeven moment in deze coronatijd dat er heel veel mensen eenzaam zijn. En toen ben ik gaan nadenken, wat kan ik nou voor die mensen betekenen? En toen ben ik eigenlijk doosjes gaan maken. En dat was eigenlijk zo'n succes dat het ook zelfs naar winkels ging, bedrijven. Mensen bij de thuiszorg die heel hard werken. Ik heb nou 999 doosjes gemaakt om een limited edition doosje te maken speciaal voor jullie. En dat is dan de duizendste. Nou, ik voel me vereerd, jongens, toch? Nu ook enthousiast. Maar dat doen we met de handen. Er wordt niet iedere dag een doosje voor je gemaakt, hè? Oh, nou, ik vind het een schitterend doosje geworden. Marielle, dank je wel. Hartstikke bedankt. Houdoe. Doe even lekker zwaaien. Houdoe. Mensen kunnen natuurlijk een berichtje insturen, maar ze kunnen ook filmpjes insturen, hè? Eén van die video's, die heeft dan weer dat Brabantse gevoel, wat natuurlijk echt bij ons past. En dat is een video van Stichting Samen Top. En zij gaan over, dan moet ik het goed zeggen, zij zijn een dagbesteding. En zij hebben met het hele team en alle bewoners Brabant gezongen. Ik loop niet alleen in de stedenstraat. Ik heb eigenlijk nooit vast in mijn leven. Maar de mensen slapen, de wereld gaat dicht. En dat moment denk ik aan. Ja, dit was de aflevering voor het Brabants Buske van vandaag. Zaterdag zijn we er natuurlijk gewoon weer. Om 2 uur zijn we weer live te volgen via Facebook. En 's avonds hebben we natuurlijk weer gewoon een nieuwe uitzending. Op social media zijn we nog steeds elke dag te vinden. En zijn we op zoek naar jouw berichtjes. Blijf ze vooral insturen. En dan zien we jullie aanstaande zaterdag weer. Houdoe!